Aujourd'hui, ça fait 6 ans et 3 jours que j'avais marqué mon dernier but ici, contre Bruges, à la maison, on avait gagné. C'était quelque chose vraiment spécial pour moi et pour ma famille. Tout le monde le sait, je ne le cache pas, moi je suis un vrai mof. We hebben deze wedstrijd voorbereid zoals elke andere wedstrijd. Oké, het is Arsenal. Mentaal speelt dat natuurlijk wel mee. Je wilt deze wedstrijd echt winnen voor 5000 supporters aan de lucht. Le collectif, l'ambition de marquer, l'ambition d'arriver et l'ambition surtout de défendre ça qu'ils avaient mis en première mi-temps, ça a été top. We begonnen sterk aan de wedstrijd 2-0. Twee golen in de eerste 25 minuten en dan zakten we een beetje terug met een beetje stress ook, omdat Arsenal goed begon te drukken. Maar we houden de 0 voor de rust en dat was zeer belangrijk, ook mentaal. En na de rust moesten we eigenlijk de derde doelpunt nog prikken, maar dat is niet gelukt. Maar we houden de 0 en dat is toch wel vertrouwen oppikken voor de volgende wedstrijd. Het was inderdaad niet zo gemakkelijk. Arsenal is een heel sterk ploeg met veel individuele kwaliteiten, denk ik. Maar we hebben die goed kunnen neutraliseren en dan de kansen benut die we in de eerste helft hebben gecreëerd. Want ik denk dat onze eerste helft echt wel goed was. In de tweede helft hebben we vooral geprobeerd, denk ik, om onze resultaten te behouden. Het liefste zou ik PSV tegenkomen, omdat mijn beste maat daar speelt. Maar Real Madrid of Barcelona zou natuurlijk ook niet slecht zijn. Dus voilà. En de ambities? Terug naar Nyon.